us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe dag. En vandaag hebben we company. Yay. Zo gezellig. Ja, we doen samen een morning walk, jongens. Ja. Het werd tijd dat ik een keer met iemand een morning walk deed. Wie beter dan? Yay. Missy. Oh. Nu gaan we lekker off-camera praten. Ja, koffie slim. Ja. De dingen die wij allemaal zeggen. Jongens, we zijn weer op de Cornelis Schuit, zoals ik zei. Mijn lievelingsstraat. So pretty. Kijk. Dus die gaat ook even een foto maken, denk ik zo. Ja. Dit is toch geweldig. Kijk nou. Terug van een heerlijke morning walk met Lizzie. En we raakten maar niet uitgepraat. Het is dat zij op een bepaald tijdstip ergens moet zijn. Want anders hadden we echt nog super lang doorgelopen. En ik ben weer eventjes bij Boy. Om even snel iets naar binnen te werken. Want ik heb heel veel honger. En het gaat nog wel een paar uur duren voordat ik thuis ben. Met OV en fiets en alles. Dus ik heb even een broodje geroosterd. Met pindakaas en een klein beetje honing. En dan ga ik langzamerhand richting huis. Een beetje werk afmaken op de laptop. En dan onderweg ook wat werken op de laptop. En vandaag is echt een fijne dag. Want ik heb gisteravond nog tot laat heel veel dingen afgemaakt. Waardoor ik vandaag ietsjes meer op de passie en de inspiratiemodus kan zitten. In plaats van deadlines, 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 deadlines. Dus dat is soms wel even fijn. Ja, ik voel me echt mega gelukkig. Ik weet niet wat het is, maar ik denk dat het ook wel deels komt doordat er af en toe echt hele, hele erge downs zijn de afgelopen tijd. Waardoor dit gevoel ineens zo gekoesterd wordt en dat is heel mooi. Dus zonder regen, geen zonneschijn, zonder wrijving, geen glans. Toch? Ik ben weer terug in Den Haag en toen ik thuis kwam stond er een pakketje voor me klaar. Dus ik dacht, het is wel leuk om het even met jullie te delen, aangezien ik anders zo alleen ben in het openen van pakketjes. Deze is best wel zwaar. Wow. Een gouden envelop. Wauw. Dit is allemaal. Het zijn allemaal cidertjes in een mooie box. Dus hier zie je dat al die cidertjes. Ja, want ik heb namelijk een keer eerder ben ik op een cider event geweest. In dit kader van feestvieren en aankomende feestdagen stel ik love it. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Oh, wauw, kijk. Het is feestelijk, hè, dit zo. Dankjewel. Dit wordt weer lekker appelsiedertjes gaan drinken deze winter. Love it. Allemaal pakketjes. Lege dozen overal. Vandaag is de dag dat ik niet heel veel deadlines heb, zoals ik vanochtend al zei. Ik kan natuurlijk altijd deadlines voor mezelf creëren, want er is altijd zoveel wat gedaan moet worden. Maar ik heb besloten dat ik vandaag ook deels ga besteden aan het creëren van een fijne thuisomgeving. Omdat ik dat de laatste tijd heel erg heb genegeerd, omdat het zo druk was. En er komt straks iemand voor de cv. En dat vind ik op zich geen probleem, alleen ze moeten altijd de kast in. Deze kast. En die is één groot chaos. En ik heb geen zin om daar gezeik over te krijgen of zo. Van dat ik die kast te vol douw. Want het is warm daarbinnen. Dus wat ik ga doen is, ik ga gewoon meteen een soort van opruimdag, schoonmaakdag koppelen aan het leeghalen van die kast. Dus dan twee vliegen in één klap. En dan doe ik daarna een workout. En dan boodschappen doen. Dat soort dingen allemaal. Child, away.
Wat ook heel chill is, via de Tone It Up app die ik heb, heb je ook af en toe meditaties die je live kunt volgen. En nu is er eentje gaande, dus ik ga nu erin springen. Even kijken. Mindfulness is an open attention. And if you can find a quiet space, you can meditate anywhere. But today we are going to change it up. So often we bring our attention inwards for our meditation. But today we are going to bring our attention to our surroundings. Dat je dus weet dat er iemand langskomt voor iets in huis. In dit geval dus iemand voor de cv. En je de hele dag een beetje op je hoede bent. Maar dat op een gegeven moment niemand komt. Tenminste, ze hebben denk ik nog een half uur. Maar ik vind het wel een beetje irritant. Want ik heb niet gesport. Dat is natuurlijk mijn fout. Ik heb niet gesport. Ik ben geen boodschappen gaan doen. Dat leek niet handig. Maar en volgens mij is er ook gewoon niks met de cv aan de hand. Maar ik zit in een pand met 5 bewoners, zeg maar. En ik zit helemaal bovenin. En in mijn huis staat de cv voor het hele huis. En iemand anders heeft er ergens last van en die denkt dat het door de cv komt. Ik denk van niet, maar ik ben de broertje niet. Ik denk altijd, ja, prima, laat maar iemand even checken. Ik zou het zelf ook heel irritant vinden als de cv bij iemand anders stond. En ik dat de hele tijd via iemand anders moest regelen. Dus ik probeer daar totaal niet moeilijk over te doen. Ik heb die kast ook leeggehaald. Mijn slaapkamer is nu een puinzooi. Omdat daar de helft van die shit staat. En er komt niemand. Dus dat is echt heel irritant. Zal ik maar even een yogales doen of zo? Ik weet het niet zo goed. Niet een yogales, maar een yoga dingetje. Met Tone It Up en dan even douchen. Want ik voel me ook vies. Ik durf ook niet te gaan douchen de hele dag. Omdat ik denk, ja, er kan elk moment iemand komen. I don't like that. Lieve kijkers, het is een beetje een abrupt einde van deze video, dat weet ik. Dat heeft met een persoonlijke situatie te maken. En in de video van morgen, daar begin ik ook met dat ik zeg van, ja, dat ik wat vervelend nieuws kreeg. En probeer ik zo rustig door de dag te komen. En dat zie je in de video van morgen zien. Voor nu hoop ik dat je het oké vindt dat ik hem op deze manier afsluit. En zie ik je morgen weer voor een nieuwe vlogmas. Heb een hele fijne dag allemaal. Dikke kus.